ik vind het nog steeds een beetje apart. Want ja, de eerste helft hadden wij gewoon het beste spel en de beste kansen. En uiteindelijk maken wij die niet. En ja, dan is het heel moeilijk om terug te komen met een mannetje minder. In the break time we talked about, okay guys, we have a very serious advantage. We created a lot of chances, we control the ball, we played much better. But 1-0, this is quite tricky results and one mistake is possible to change everything. And it's like my words, it's started to work in 5 minutes. Ja, nee, ik was altijd de eerste penaltynemer bij alle clubs waar ik was. Dus ja, dit keer wou Matas hem nemen en daar gun ik hem ook. Want het is gewoon een spits en die wil scoren. En ja, hoe meer hij maakt, hoe beter voor ons. Dus ja, dat was voor mij de nummer 1. En uiteindelijk heeft hij een keer gemist. En ja, we hebben afgesproken dat ik de volgende neem.